De koploper afgereisd dus naar Noord-Holland, waar de omstandigheden guur zijn. Het waait bij vlagen echt ontzettend hard. Er is hier een windstoot gemeten van 103 km per uur. Gevoelstemperatuur rond het vriespunt. En gemiddeld is de wind 75 km per uur. Het is bar en boos af en toe. Nu is het even droog, maar zo af en toe komen die vlagen weer opzetten. De omstandigheden zijn dusdanig dat we als commentator, ik dus, de oversteek heeft gemaakt naar de andere kant, waar het wat beter toef is, waar we wat minder in de wind zitten. Laten we hopen dat alle papieren die ik hier omheen verzameld heb, dan ook daadwerkelijk blijven liggen. Beide ploegen verzamelen zich rondom de middencirkel. Alle mensen in het stadion gaan staan om stil te staan bij het overlijden van Ruud Gils. Vijf minuten stilte voor Ruud Gils, die in 1966, 17-jarige leeftijd, debuteerde in het betaalde voetbal als speler van Telstar. Daarna kocht Feyenoord Ruud Gils voor het toen astronomische bedrag, zeker voor een 17-jarige, van 165.000 oude Nederlandse guldens. Ruud Gils, 5 keer topscorer van Nederland. Dit lijkt een veelbelovende tegenstoot van Telstar te gaan worden. Want het ligt behoorlijk open daar aan de rechterkant. Tahiri. Willem II nu weer met veel mensen achter de bal. Het schot. Lastig zat voor Smits vanwege de stuit. Ja, die bal waait weg. Dat zal niet de laatste keer zijn dat dat gebeurt. Oeh, die gaat erin. Ja, dit ga je krijgen bij dit weer. Niemand die hem raakt. En Dodeman loopt daar juichend weg. Want hij heeft Willem II op 1-0 gezet. De wind zou een rol gaan spelen. En dat blijkt al heel snel het geval. Je moet er bijna haaks naar je doelman schieten. Zo hard waait het. En dan waait hij vanzelf richting de goal. En is Houweling de slemiel. Oosting is vertrokken. Een goede bal richting Oosting. Bal gevangen door de wind. Oosting vrommelt hem mee. Heeft hem dan voor zijn linker. En vindt Houweling op zijn pad. Houweling vreest wat komen gaat. Nieuwe hoekschop. Weer Dodeman achter de bal. En weer is het druk voor zijn neus. Dodeman weer een inswinger. Uiteraard. En nu waait hij te vroeg. Jacob bal kwijt. En nu liggen er mogelijkheden, want hier is Tahiri. Tahiri van afstand tegen de wind in. Het was 3-3. Besloot het zelf te doen. Zoals gezegd, hier is geen paraplu tegen bestand. Dit hebben we al een aantal keer gezien vanavond. Dat duurt dan een minuut of anderhalf. Gaat het volle bak de keer. Zware windstoten. Berkel krijgt die bal uiteindelijk mee. Lage voorzet van Berkel. Weer veld opgepikt. Kapt, draait. Zoekt de combinatie en daar valt hij zo binnen. Is Willem II dus ongelooflijk effectief. Staan ze met 2-0 voor. Ongelooflijk zakelijk. Meer veld. En Hilterman die daar helemaal vrij staat. Dat Bakker nog een beetje staat bij te komen. Maar dit is wel heel zwak verdedigd door Telstar. Nachuri. Hallo. Hallo. Ik heb in eerste instantie een keer gelukkig mee, maar dat lukte niet de tweede keer. Hier is Meerveld. Meerveld met de paas. Goede bal van Meerveld. Prachtige paas. Kans op 3-0. En Houweling weet dat te voorkomen op de inzet van Oosting. Oosting perfect bediend. Uitstekend keeperswerk. Dat ook. Van Joey Houweling. Dodeman. Houweling. Ja, oh, dat is gokken wat er gebeurt met die bal. En uiteindelijk zit hij er niet in. Maar het is een loterij met een enorme winstkans
het nemen van hoekschoppen vanavond bij Telstar. Meehoede. Ook ten aanval. Meerveld. Dan kan het zomaar gevaarlijk worden. Meerveld gaat naar zijn rechter. Heeft hem vrij. En inzet gekeerd. Met pijn en moeite verdedigd door Telstar. Goed gespeeld door Meerveld. Slim balletje. Hilterman is vrij. Is er ook steun voor Hilterman of gaat hij het zelf doen? Gaat naar zijn linker in ieder geval. En dan loopt Oosting die bal binnen en blijft de vlag omlaag. En is het dus 3-0 voor Willem II. Telstar de bal. Willem II de kans en de doelpunten. Dat is het verhaal van deze wedstrijd. Kijk, trotse papa. Geen buitenspel. Goede paas. En dan is het uitkiezen wie er allemaal vrij staan. En wordt die bal binnengeschoten. Is het 4-0 door Jesse Bos. Uitstekende aanval van Willem II. Dat wacht. Dat wacht en vervolgens zeer effectief aanval. Terwijl daar Telstar iets terug doet. En knap ook. En Achouri pakt weer een goal mee. Zijn 9e van het seizoen. Heeft er nog geloof in. Dat is nog knap binnengekopt bij de tweede paal. Door Edda Tjuri. Deze beweging is trouwens ook knap van Meerveld. Dat is echt een prima partij. Oosting. Afverbakker. Oosting. Geplaatst schot. Dan valt hij nog voor de voeten van Hilterman. En Houweling. Dat is zeker niet zijn eerste redding. Is het uiteindelijk van storm tijdens de wedstrijd meegevallen? De piek van het slechte weer. Van de enorme windvlagen. Nog ongeveer een uur, anderhalf uur voor de wedstrijd. Als hier de mooiste van de avond valt van Dodeman. Het is 1-5, zijn tweede. En dat is een schitterende goal. Scoort het nog niet dit seizoen, maar komt dan los. Op bezoek bij Telstar, Nick Dodeman. 1-5. Dat is een fraai, hè? 90ste minuut. Zeedorf. Komende maandag alweer een speelronde op het programma. Terwijl Smits nu toch even serieus handelen moet optreden bij de poging van Boussakou. De overwinning van Peter Maas kwam eigenlijk geen moment in gevaar. Zij denderen door in de keukenkampioendivisie. 10 zegens in 11 wedstrijden. En voor Telstar gaat het dus op en neer van een 4-1 zege in Den Bosch. Een kansloze 1-5 tegen Willem II.